vind ik zelf een hele manier. Dag lieve kijker, wel tof dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jet, een minimalist. En Sinterklaas is inmiddels weer aangekomen in ons land. En in deze video wil ik de Sint graag 10 tips geven om de zak en de schoenen te vullen met cadeautjes. Vergeet vooral trouwens niet te abonneren. Er komt elke week op vrijdag een video online over of minimalisme of over duurzaamheid. Laten we snel kijken naar cadeautip nummer 1. Persoonlijk vind ik dit vooral een cadeautje voor op 5 december, dus voor even in de zak van Sinterklaas. En dat is iets om te lezen. Boeken zijn vaak vrij groot van formaat, dus ik vind het zelf een beetje uit verhouding om het als schoencadeautje te doen. Kinderen hebben namelijk niet echt de waarde van geld, dus die willen vaak grotere cadeaus in de zak van Sinterklaas. Want nou ja, bij 5 december hoor ik vaak wat grotere cadeautjes. Maar boeken vind ik zelf een heel erg mooi voorbeeld van iets wat in de zak van Sinterklaas kan. Bij hele jonge kinderen vind ik vooral boeken op de groei heel belangrijk. Bij kinderen die bijvoorbeeld al op de basisschool zitten, neem dan wel een boek waar ze bijvoorbeeld wat langer mee kunnen. Dus misschien een AVI-niveau hoger, dat het niet met 2 weken uit is gelezen. Bij boeken kun je natuurlijk ook denken aan bijvoorbeeld een tijdschrift wat ze super leuk vinden om te lezen. Ik vond vroeger de Donald Duck heel leuk. En op die manier heb je de zak mooi gevuld. Nummer 2 is iets om te dragen. En dit kunnen zowel natuurlijk zak als schoencadeautjes zijn. Heeft je kind nieuwe sokken nodig? Vind ik dat zelf een heel mooi cadeautje voor in de schoen. En gaat het om bijvoorbeeld een groter kledingstuk, dus om een pyjama of om broeken? Vind ik het zelf een mooi cadeautje om in de zak van Sinterklaas te doen. Op die manier heb je natuurlijk super makkelijk en iets wat je echt al moest halen. Streepje van het lijstje af en de zak is weer royaler gevuld met cadeautjes voor je kind. Nummer 3. Iets creatiefs. En dat is een heel erg breed begrip. Kunnen tekenspullen zijn voor de kleinste. Dat kan klei zijn voor de allerkleinste. Maar als de kinderen wat ouder zijn, vind ik bijvoorbeeld Lego en Duplo ook iets wat super creatief ingezet kan worden. Geef dan echt je eigen draai. Maar iets creatiefs dat een kind er iets mee kan doen, vind ik zelf een hele mooie om zowel of in de schoen cadeau te doen. Denk bijvoorbeeld aan een Britstift. Ik noem maar iets. En als het bijvoorbeeld echt een grotere Duplo set is, zou ik het zelf zeggen, doe het dan in de zak van Sinterklaas. Mijn ervaring met kinderen is dat ze graag gehoord willen worden en gezien willen worden. En als een kind een verlanglijstje heeft gemaakt, geef ze dan ook iets wat ze echt heel erg graag willen hebben. Tuurlijk, niet alles is even praktisch in jouw beleving. Of sommige dingen had je zelf misschien liever niet zo gezien. Maar als een kind zo'n lijstje maakt, doen ze dat vaak met hart en ziel en geven ze dan ook iets wat op dat lijstje gestaan heeft. Zo voelt een kind zich begrepen en gehoord en dat is heel erg belangrijk, denk ik zelf, als kind om je zo te voelen. Dus iets wat de kinderen graag willen hebben, zou ik zeker toevoegen aan de cadeautjeslijst. Een beetje tegenovergestelde van willen hebben is nodig hebben. Heeft je kind sokken nodig? Heeft je kind een hockeystick nodig? Is de dekbed overtrekset helemaal kapot? Of zijn bijvoorbeeld alle haarklipjes gewoon helemaal op en zijn er gewoon echt nieuwe nodig? Koop iets wat ze echt nodig hebben. En dit is ook super divers, want elk kind heeft andere leeftijden en heeft gewoon iets anders nodig. Maar iets wat je anders waarschijnlijk toch ook al gekocht zou hebben, is nu een hele mooie manier om het cadeau te doen aan je kind. Iets om te eten en uiteraard chocoladeletters, kikkers, munten, dat soort dingen horen gewoon bij Sinterklaas. Maar het is wel een hele mooie manier om bijvoorbeeld een schoen te vullen. Ik vond het zelf altijd super fijn om te krijgen. Ik ben een enorme zoete kouwer. En ik had natuurlijk liever niet dat ik het moest delen met mijn broertje en mijn zusje. Dus hoe fijn is het dat je je eigen letter krijgt. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen zoon. Die is echt dol op ananassen, frambozen en aardbeien. Dus ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat de Sint een ananas of een bak aardbeien of iets in de zak van Sinterklaas gaat doen. Het zijn namelijk niet echt de seizoensproducten. Dus we kopen ze niet meer standaard bij de normale boodschappen. En ik weet dat het jongetje zo in en in blij is als hij een bak aardbeien in de zak van Sinterklaas gaat vinden. Dus iets om te eten. En het hoeft dus niet per se iets ongezond als snoep te zijn. Is een mooie manier om de zak of de schoen te vullen. Iets om te doen. En ik snap dat de Sint niet aanwezig kan zijn bij alle activiteiten. Dus zorg ervoor dat de ouders het ook leuk vinden om te doen. Maar neem als simpel voorbeeld een beslagje om bijvoorbeeld zelf pepernoten te bakken. Bioscoopkaartjes. Stel je kind heeft een nieuwe zwembroek nodig om bijvoorbeeld ook nog kaartjes om bijvoorbeeld een keer samen te gaan zwemmen bij te doen. Een activiteit. Ik vind zelf, zeker vanuit minimalistisch oogpunt, dat ervaringen is wel echt het mooiste om in te investeren. En bij Sinterklaas vind ik dat wat lastiger, want het gaat natuurlijk om het vullen van zo'n zak of een schoen.
Maar je kan het wel mooi aankleden dat je een activiteit bedenkt en dat je dat cadeau geeft. En dat je dan nog gewoon mooi opschrijft dat de Sinterklaas 2 bioscoopkaartjes of zo voor je kind heeft bedacht. En dat jij met je kind naar de bioscoop kan gaan. Iets om te ruilen. Ik vind het zelf een hele mooie manier om duurzaamheid en minimalisme te combineren. Van een duurzaam oogpunt wil ik een kindje dan iets tweedehands geven, wat zogenaamd geruild is. En vanuit minimalistisch oogpunt iets wat ze dus gaan ruilen. Dus dat ze zelf een speelgoed-item of een kledingstuk wat toch wel gewoon goed is, maar bijvoorbeeld niet meer past. Dat ze dat in de schoen doen in plaats van een wortel of een tekening. En dat Sinterklaas dat gaat ruilen met een cadeautje van een ander kindje. Want nou, het is allemaal heel erg duur voor de Sint. En ik denk dat het een hele mooie manier is dat kinderen dus leren dat hun eigen oude speelgoed bij een ander kindje in de schoen terechtkomt. Dat ze dan sneller bereid zijn om dus ergens eventueel afstand van te doen. En dat het helemaal prima en oké is om dus een cadeautje te krijgen waarvan ze dus echt weten dat het tweedehands is. Ik denk zelf dat het iets is wat ik dus echt wel toe ga passen of mijn kinderen het begrijpen. Ze zijn 2 en 3, ik denk het zelf niet. Maar het is een traditie die ik zelf zeker toe ga voegen aan Sinterklaas. Iets zelfgemaakt. En dit is misschien wel de allerlastigste of de meest tijdrovende van het hele lijstje. Maar ik denk dat er heel veel waarde zit in iets zelf maken voor de kinderen. Om dat te geven vanuit de naam van Sinterklaas. En je hoeft niet super creatief te zijn. Je kan bijvoorbeeld een superleuk fotoboek voor je kind maken. Dat ze dat cadeau krijgen. Ik kan zelf naaien achter een naaimachine. Dus ik denk in mijn geval dat ik het mezelf er makkelijk van afmaak. En een kledingstuk voor ze naaien. En dat in de zak of in de schoen doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld super slim een brief schrijven vanuit de naam van de Sint. En vertellen hoe ontzettend trots je bent op je kind. Het is iets simpels, het is zelfgemaakt. En je kan dus wel je kind echt een super goed gevoel en blijheid geven. Door middel van iets wat je zelf hebt geschreven. Alleen misschien niet helemaal vanuit je eigen naam. En de laatste is iets duurzaams. En dit is natuurlijk eentje die je ook kan combineren met een van de eerder genoemde. Je kan bijvoorbeeld tweedehands een boek halen of tweedehands kleding halen. Dat is natuurlijk ook duurzaam. Maar het kan natuurlijk ook in andere dingen zitten. Neem bijvoorbeeld nieuwe regenlaarsjes, dat je ze niet van synthetisch rubber, maar van natuurrubber haalt. En stel je kind gaat naar de basisschool toe en heeft gewoon een nieuwe broodtrommel nodig, dat je een duurzame roestvrijstalen broodtrommel haalt in plaats van een plastic bij een andere winkel. Op die manier kun je dus duurzaamheid mooi toevoegen aan Sinterklaas. Goed voor de karmapunten, goed voor de natuur, goed voor moeder planeet. En je hebt een mooi duurzaam cadeau toegevoegd aan de hoeveelheid cadeautjes die je hebt. En dat waren alweer de 10 cadeau-ideeën om de zak van Sinterklaas of de schoen te vullen met cadeautjes uit verschillende categorieën. Ik hoop dat je een leuke video hebt gevonden. Vergeet vooral niet de duimpjes omhoog te doen of om een comment achter te laten. Dat zal mijn kanaal enorm helpen. En mocht je nog een hele leuke tip weten voor de Sint, laat hem weten. Wie weet leest hij het wel. En ik zou zeggen, veel plezier op 5 december. En tot de volgende keer. Doei doei!